vorige keer in Jordi Season. Maar schrik me de kanker van jou. Dit is de beste rol die we ooit gaan spelen. Beltan valt aan! Ik ben bang dat jullie in de problemen zitten. We zijn hier niet in Hollywood. Lekker voor jou. Goedenavond, alles goed? Ja. Laat u maar naar binnen. Hele verhuiswagen meegenomen. Hoe was van het weekend, jongen? Goed seks gehad met twee lekkere chickies. Ja, en ik had een date met Nick en Simon. Geef maar even je pasje. Fijne avond, Shakespeare. Oké, jongens. Dit is de pas. Er is er maar één van. En hier kom je de melkvleugel mee binnen. Voorzichtig. Er zijn mensen daar. Shifts van twee. Ja? Thanks, Tim. Kun je even omdraaien? Ja. Tim, kappen nou. Jezus. Ja. Weet je het zeker? Ja, rustig maar. Zit super. Lager. Ik weet, lager? Lager. Ja. Wacht even. Ja. Ik heb geoefend. Ik ben uit. Ben jij uit? Nou ben ik uit. Nee, jij bent Dave. Dave! Jij, Dim. Moet jij niet beneden zijn? Nee, ik ben dagje vrij. Ik was dat vergeten. En ik vind die vibe hier ook gewoon heel chill. Ah. Zijn er ineens bij, hè? Ja, ik raak het. Moet jij niet in een comedyclub staan? Moet jij niet poepen? Moet jij niet even heel erg onthouden wie je eigenlijk bent en wie je moeder is? Moet jij niet veel harder werken? Moet jij gewoon even heel erg iets aan je wenkbrauwen gaan doen? Moet jij niet de directeur even... Ik moet door, Dim. Sorry, er ging even iets mis. Kwam iets tussendoor. Ik ben er weer. Ga je niet meenemen! Hoe heet jij? Ik heet Harco. Marco? Nee. Harco. Wat kijk jij?
Nou, goed zo. Ga jij maar even lekker de tekening maken. Mooi is dat. Het is niet mooi, maar het houdt je wel bezig. Heb ik hierom gevraagd? Oké, lieve kinderkinderen. Nu jullie allemaal uitgeraasd zijn en gesjeesd bennen, gaan we elkaar allemaal leuke dingen vertellen. Want het is namelijk maandag. Ja, en ik ben heel benieuwd. Wat hebben jullie allemaal dit weekend gedaan? Wie wilde wat vertellen? Ja. Ik ben naar het strand geweest. Naar het strand geweest? En wat heb je daar allemaal gezien? De zee en het zand. Nee, Harco. Ik wil echt alleen even weten hoe lang dit nog gaat duren. Iedereen die komt aan de beurt, dus je moet echt even wachten. En ik heb heel veel schelpen gevonden. Echt? Heb je die mee naar huis genomen? Wat leuk. En wie wil er nog meer wat vertellen? Jij? Ik heb zelf pizza gebakken bij een feestje en dat is lekker. Oeh, lekker pizza. Echt een stinktint, man. Shit. Zien jullie allemaal zindelijk al of nee, hè? Nee. Prikt aan mijn ogen, man. Ben jij dat? Viezerik. Nou, Harco, nou ben ik er klaar mee. Ja, vertel maar. Wat heb je afgelopen weekend gedaan? Ik heb in de weekend nog met korte mouwen gegaan en dan op mijn trampol. En toen ging ik. Gaat er nog wat komen of. Nou, en nou hou je mond. Ja, maar zeg maar in doen. Kom op. Kappen nou. Ja, dat is toch geen vertelling? Nou, laat jij dan maar horen of je een goed verhaal hebt. Ja, lekker op mij afschuiven allemaal. Wat? Ik iets van jou aan. Je hebt een hele negatieve houding op dit moment. Oprecht? Echt? Iedereen fuck off hier. Nou ja, Harco, doe even normaal. Hoe kom je aan die woorden? Poepoe kaka. Jongens, volgens mij is Harco een beetje... boos! Wat doen jullie dat nou? Wat doen we altijd als iemand boos is? Eten, slapen, douchen, neuken, seks en rennen, vechten. Gewoon op een duinpan rennen met grote zolen aan. En dat je dan aan het eind van die rit nieuwe voeten moet halen omdat die helemaal open liggen. Aan een touw klimmen, gewoon ergens aan een burcht hangen en dan gewoon omhoog klimmen. Nou, dan heb je gewoon goede schouders heb je dan, hoor. Nee, maar jullie zitten nou allemaal... Nee, de juf die vraagt het toch gewoon aan mij? Pff, moet je eens kijken hoe jullie glazen gaat jullie ogen kijken, man. Alsof ik magische spreuken uitspreek. Snap back to reality, hop, dan gaat de gravitas. Oké, en wat doen we als we boos zijn? Wat doen we dan in de klas? Dan tellen we tot... 10! Harco. Denk je dat je dat kan doen? Tot 10 tellen? Je piekert er niet over. Absoluut wel. Nee. Harco, laten we het gewoon eens proberen. We beginnen met 1. Gewoon omdat je er geen zin in hebt. Doe maar. 2. 3. En wat komt er na 3? 4. Ja. 5. 6. Goed zo. 7. Goed zo, ademen. 8. 9. Ja. 10. Ah, sorry jongens. Nou, ik ben gewoon. Ja, Harco, volgens mij ben jij een beetje verdrietig. Ja. Ik heb helemaal geen leuk weekend gehad. En als ik het dan zo hoor van iedereen van jullie die een leuke weekend met op het strand en zo. Ja, daar word ik gewoon verdrietig van. Het heeft verder niks met jullie te maken, maar. Ik ben er net achter gekomen dat ik in een coma lig, hoor. Weet ik helemaal niet hoe lang dat aan de hand is. Of waar ik ben, of of ik dan lekker matras lig. En er is ook een actrice waar ik dan verliefd op ben, maar ik weet helemaal niet of ik haar ooit kan ontmoeten. Harco, hoe weet jij dit? Wat? Ik ga spijbelen, juffrouw. Met alle respect, ja, dit is ook een droom, hè. Dus, ik wil geen ruzie, hoor, maar ik ga hem wel peren, als je het niet erg vindt. Oké, mazzel. Oi, oi, oi. Nee, joh. Hé, maar wie is dat dan? Eieren, komijnen.
schaakmat. Jongens, ik zoek een deur. Is er ergens een uitgang hier? Ik moet door. Haruko, ben je oké? Vraag aan jou dan naar de deur. Naar Hanna. Hey Haruko, we gaan er toen wat tijd om gehad. Prima, Miane. Ah, dank jullie wel, jongens. Echt klasse. Jullie zijn echt toppers. Voor om 10 minuten voor tijd in het publiek te gaan zitten. Ik moet weg. Nee, blijf hier. Kijk maar. Een paar vragen. Dames en heren van de pers, hier is Haruko.